Flexwerk is voor de uitzendkrachten niet altijd even aangenaam. Vaak is het werk maar voor eventjes en moeten de werknemers daarna weer op zoek naar nieuw werk. ProjectSupport Nederland slaat hierbij een andere weg in. Ze proberen een langdurige en duurzame relatie op te bouwen met zowel hun klanten als hun werknemers, zoals directeur Rini Wiebing uitlegt. Flexwerk staat niet direct gelijk aan duurzaamheid. Vaak worden mensen opgeroepen voor werk, maar daarna wordt er niet meer naar hen omgekeken. Wat je juist beter kunt doen, is een duurzame relatie opbouwen met deze mensen. Op deze manier kan je mensen aan je binden en zorgen voor tevredenheid onder de mensen. Het gaat er vooral om dat je mensen als medewerkers ziet en niet als flexwerkers. En dat geldt ook voor de binding van de persoon waar je mee samenwerkt. Dat je de mensen bindt aan je bedrijf. Ook voor de klanten waar je ze naar uitzendt. Ze kunnen in het begin als flexwerker werken en later een contract krijgen voor het aantal uren wat bedoeld is. Een werkveld waar veel flexwerkers worden ingezet is de asbestbestrijding. In Nederland is nog veel asbest en het is de wens van de regering om Nederland in 2024 asbestvrij te hebben. Maar gaat dit wel lukken op de manier waarop asbest nu bestreden wordt? Onze regering wil dat Nederland asbestvrij is in 2024. We praten dan over zichtbaar asbest. In het huidige tempo, na berekeningen, komt dit uit op 2040. Het is belangrijk om op dit punt vaart te zetten achter dit proces. Door meer mensen op te leiden en een baan te bieden met toekomst in deze sector, versnellen we dit proces en werken we mee aan een beter milieu en duurzaamheid. Je moet vooral investeren in de medewerkers die je hebt. Het gaat er vooral om dat je goede en betrouwbare medewerkers hebt die je naar je klant toe stuurt, om ook die binding weer goed tot stand te laten komen tussen klant en je eigen bedrijf. Ik zie vooral de toekomst voor me dat wij als uitzendorganisatie moeten blijven investeren in onze medewerkers. Dat houdt in dat je dus de geschoolde mensen die dus nou thuis zitten, wegens de crisis, dat je die uiteindelijk aan een job kan helpen omdat de vraag gewoon weer komt. En juist naar die geschoolde mensen. En dan is het onze taak als uitzendorganisatie om die mensen dan te binden op het moment dat ze dus werkloos zijn geworden. Betrouwbaarheid is van de medewerker is dat ze ook het potentiaal zien van wat wij aan het doen zijn met onze klanten. Dus dat zij ook voor een zaak als een uitzendwereld willen gaan. Wat natuurlijk niet in hun verleden het geval was, omdat ze altijd een binding met een bedrijf hadden. Maar door de crisis ontslagen zijn. Dus wij willen dat stukje oppakken. Dat stukje kwaliteit wat de jongens al hebben. Dat stukje technische know-how. En opnieuw aanbieden als de tijd daar is aan de klanten.